COPD is een longziekte die ervoor zorgt dat de luchtwegen blijvend vernauwd zijn en steeds minder goed werken. Nee, helaas. COPD is niet te genezen. Ik ken een aantal mensen met COPD. Mijn vader had COPD en ik zelf zit in de beginfase. Jazeker, je kunt aan COPD overlijden doordat de functie van de longen en luchtwegen steeds verslechteren. Daardoor kun je hieraan overlijden. Mensen met COPD, en dan vooral de mensen met ernstige COPD, worden beperkt in hun dagelijks leven. De een lukt het nog om zelf een kop koffie te zetten of iets te drinken te pakken en de ander weer niet. Daarom moet gekeken worden naar wat de persoon nog wel zelf kan. En daar moet de hulp op aangepast worden. Vaak hoor je eigen schuld. Je hebt COPD omdat je rookt. Dus stop er maar mee. Maar daarmee is het probleem niet weg. Mensen snappen vaak de ziekte niet en snappen niet dat het een ernstige aandoening is. Daarom zijn er ook mensen met COPD die nog nooit gerookt hebben. Ik hoop dat mensen de ziekte gaan snappen en dat er aandacht voor komt. En dat er goede zorg komt en gespecialiseerde zorg voor de COPD-patiënten.